Hallo allemaal, dit is het Kidsweekjournaal van vrijdag 10 april. Met een spectaculaire reddingsactie in Italië, een eigen museum voor Annie M.G. Smit en de vraag van de dag. Maar we beginnen met een wedstrijd met zelfgebouwde auto's. Deze week was de testdag van de Shell Eco Marathon. Dit is een race met zelfgemaakte auto's waar studenten en scholieren aan mee kunnen doen. Het doel van de wedstrijd is om zo ver mogelijk te rijden met zo min mogelijk brandstof. Broer en zus Robin en Stephanie doen ook mee aan de wedstrijd. Ze zijn erg enthousiast. Ik heb meegedaan met de school waar mijn zusje nu meedoet, zeg maar. En ja, wij waren toen de allereerste middelbare school in Nederland die meedeed aan deze wedstrijd. En ja, dat was gewoon een ontzettend leuke ervaring, zeg maar. Ja, ik heb er echt ongelooflijk veel geleerd. Oh, wat voor tips kan ik mijn zusje geven? Oh. Vooral genieten van de ervaring. Ja, ik bedoel, dit soort dingen maak je niet zo heel vaak mee. Dat je gewoon met een eigen gebouwd voertuig in het Olympisch Stadion mag gaan rondrijden. En zo meteen ook op een echt racecircuit mag gaan rijden. De Shell Eco Marathon vindt plaats van 7 tot 9 mei op een circuit in Duitsland. In Italië was afgelopen week een aardbeving. Een heleboel huizen stortten hierdoor in. De bejaarde Maria D'Antuono uit de ongeluksregio had geluk. Ze werd gered. Maria is niet de jongste. Ze is al 98 jaar. Sinds de aardbeving kon ze niet meer uit haar huis, omdat deze ingestort was. De brandweermannen hadden een speciale lange trap gemaakt om haar te redden. Ook al zat Maria 2 dagen vast, ze heeft nog steeds een goed humeur. Als je Maria vraagt hoe oud ze is, antwoordt ze: dan moet je eeuwig blijven tellen. Om de saaie 2 dagen door te komen, heeft ze zich bezig gehouden met haar favoriete hobby, breien. Ken jij Annie M.G. Smit? Dat is de beroemde boekenschrijfster van boeken zoals Puk van de Pettenflat en Jip en Janneke. Haar boeken zijn zo bijzonder dat ze nu haar eigen museum krijgt. Iedereen weet wie Annie M.G. Smit is. Alle generaties zijn ermee opgegroeid. Zelfs prinses Maxima heeft leren lezen en Nederlands geleerd met Jip en Janneke. En het is natuurlijk zo'n icoon van Nederland dat wij blij zijn dat er nu eindelijk een Anniehuis komt waar we al een tijdje mee bezig waren. Zo moet het er straks uit gaan zien. Een prestigieus plan met veel activiteiten voor jong, maar ook voor oud. 2 van de 3 silo's worden van het Annie M.G. Smit Huis, samen met een heleboel andere partijen. En er komt een speeltuin op het dak. Het wordt nog 16 meter hoger, dus daar kunnen kinderen spelen. En van de giraf glijden, van Dikkertje Dap. En er komt een restaurant boven op het dak. En in het gebouw komen tentoonstellingruimtes, bioscoop, theaterzaal, van alles. De stichting Annie M.G. Smit Huis is ervan overtuigd dat Annie het zelf een geweldig plan zou hebben gevonden. En dan het goede antwoord op de vraag van gisteren over Volendam. Deze stad ligt in de provincie Noord-Holland. De vraag van vandaag gaat over Annie M.G. Smit. Weet jij nog 2 andere boeken van haar te noemen? Dinsdag hoor je het antwoord en hebben we weer een nieuwe vraag voor je. Tijd voor het weer. Vandaag is het een fantastische dag. De zon schijnt volop en het is op sommige plekken wel 23 graden. Morgen is er iets meer kans op bewolking en het wordt minder warm. Zo'n 21 graden. Dit was het voor vandaag. Kijk op de site voor meer nieuws. We zijn er in verband met Pasen dinsdag pas weer. Doei!